Van der Brugge. Danen, misschien is een bal in de box. Danen goed aangesneden. En daar op de binnenkant voelt beland die van Petit Belay een boil. Wat een droomstart is dit. En tegelijkertijd een dramatische start voor Antwerpen. Een boil. In de derde minuut. Goede cross wel van Danen hoor. En dan wagen ze verrast daar achterin. En dan duikt Boyo daar heel goed op. De lange ballen. Die brengen voorlopig geen zoden aan de dijk. Want die mannen vallen stil. Okensi plots met de ruimte. Okensi oog in oog met Buté. Maar dan zag je dat hij even twijfelde. Makarenko in tweede instantie. Boyo. Pinson. Dan moet het snel gaan. Kerk is mee op de rechterflank. Moet hem nu krijgen. Ja, het duurt veel te lang. Benson, nou nu toch wel Gerkens met deze bal en een goal. Dan gaat hij binnen en dan staat het gelijk. Makarenko. Nou, het is Jonkheer plots. Die daar gevaarlijk opdook voor Jean Buté. En dan waren ze er plots opnieuw. Goede actie in één tijd. Daar mooi neergelegd met de binnenkant. Schop, KV Kortrijk. Met de binnenkant. Ja, de Lubovic. Maar de nauwe nood weggehaald. Lior Rifailov. Ingevallen aan de rust. Daar komt hij. Rifailov met een schitterende goal. Lior Rifailov, wat zei ik? Die wind zit er toch wel wat achter. Waarom niet eens proberen? Dit is een prachtig doelpunt van de Israëli. Boyo krijgt hem terug. Maroen. Ja, daar is een Boyo met de linker. Goede redding, Buté. Waren ze er heel dichtbij. Bijna zijn tweede van de avond. Goede poging van Petit Pelé, een Boyo. Je mag hem toch geen seconde uit het oog verliezen. Bokani legt hem af voor Failov. En steekt hem dan door. En gaat en Simba scoren. Bij zijn eerste basisplek legt hem af voor Mbokani. En dan is het helemaal gedaan. En de boeken dicht. Ja, heel knap en niet egoïstisch van een Simba. Die hem mooi aflegt voor zijn spitsbroeder en mentor, zeg maar. Je merci Mbokani.